zijn inmiddels al 8600 seizoenkaarten verkocht. En dat is 100% meer dan vorig jaar op dezelfde tijd. Kiekens met die bal diep. En die bal die gaat erin. Via deze kopbal van Severijns. En een verdedigingsfout bij NAC. En het doelpunt van Francis Severijns. En Karelsen heeft het nakijken. Gaan we eens even kijken. Dit is die paas dan van Kiekens, waarop de verdediging van NAC zich absoluut op verkijkt. Pure verdedigingsfout. Onder andere van Ruud Brood. En Antwerp aan de leiding. Severijns. Kan het duel natuurlijk alleen maar even interessanter maken. NAC moet nu gaan komen. Brood. Gaasbeker opnieuw Ruud Brood. Van Hooijdonk wil weer diep gaan. Kiekens en dan diep van Buurik. Goede balcontrole bij Lokhoff. Nou, daar gaat hij dan. Ja, heel snel. Gescoord door Gerritsen. Niet zelfzuchtig werk van Remy. En binnen de minuut is NAC weer op gelijke hoogte gekomen. En dat is natuurlijk leuk in zo'n oefenduel waar veel publiek is op afgekomen. Kijk, Remy kijkt, overzicht. En daar Gerritsen met die gelijkmaker. Leuk. En daar die aanwijzingen voor de nieuwe aanwinst, Abdeloui. Tijmans. Antwerp houdt liefst 3 spelers centraal in de verdediging. Dat lijkt mij vrij veel. Porte. Die wel weer gegeven. Goed, duel tussen Wilnis en Godfoy. Van Hooijdonk stemde die bal goed af, dat zag u. Paasje door van Gerrits is ook niet slecht van Hooijdonk. Gaasbeek naar binnen komen, op links. Voorlopig kijken we naar Lokhoff. Dit is een kans voor NAC om op een voorsprong te komen natuurlijk. Gerrit had die bal wat meer snelheid moeten meegeven. Gooi Kiekens. Gaasbeek en Kiekens. Brusselers kopt onder die bal door. En op links is Severijns weer volkomen vrij. Nee. Ik dacht echt niet aan een penalty naar deze slijding van Wilnis. Dan krijg je nog een gele kaart ook. We gaan nog eens even naar kijken. Ik dacht dat Schuurmans er toch wel even naast zat. Want hij speelde de bal, dacht ik. Nog eens even gaan kijken of die slijding nu op de benen is of op de bal. Daar gaat het om. En wel degelijk is de slijding op de bal. Het is dus geen strafschop. En er wordt erg knap versierd, dat wel. Maar penalty is het niet. Schuurmans zit ernaast. Dat heeft NAC niets aan, dus komt er een strafschop voor FC Antwerp. En die gaat genomen worden door die nummer 10, Yitzhak Zohar. Afkomstig dus van Maccabi Tel Aviv. 23 jaar nog maar pas. Israëlisch international. En heel knap gescoord, strak, hard naar de hoek. 2-1 voorsprong, dus voor FC Antwerp. Goed opstellen, Brussels. Gaasbeek. Lijkt me niet de oplossing, Jan Gaasbeek. Daar links voorin bij NAC. Zal hij ook wel niet blijven, want Lammers speelt daar natuurlijk. Gerritsen. En dan geeft hij ook een penalty, denk ik. En nou. Schuurmans wenst niet te marchanderen. Ondanks dat Lokhoff zegt dat dit een strafschop is. En dit is er eerlijk gezegd wel een natuurlijk, het is haken.
Nu werd de bal niet gespeeld, die kon niet meer gespeeld worden. En dit is een penalty. Er zit Schuurmans dus twee keer naast. Wel een hoekschop. Van Hooijdonk. Lokhoff. En dan een zwak schuivertje van Jantje Gaasbeek. Vrijschop NAC. Emrechts werkt weg. Brusselers. Rumi. Severijns kaatsen die bal terugkrijgen natuurlijk. Ja, dat is het voetbal. Geen buitenspel. En doet dat zelf. En doet dat puur op snelheid en op voetbalkunde. Hier weer die aanval over links. Waar Severijns weer heel erg snel gestart is. De maker van die eerste goal voor FC Antwerp. Hij kan die bal afgeven, maar scoort op deze manier heel zorgvuldig. En brengt FC Antwerp in veilige haven met een 3-1 voorsprong. En weer zo'n lange bal op Van Hooijdonk. Radko Svila. En daar houden we mee op. En dan verliest NAC. En vooral in de verdediging, in het centrale verdedigingsduo, dat was nog niet zo goed op elkaar ingespeeld. En was ook een cadeautje bij Van Schuurmans. FC Antwerp speelde wat uitgekookter en wint dan ook verdiend met 3-1. Zij het wat geflatteerd.